Welkom bij deze truc. En de truc heet Stek de Dek van Bob Long. Het enige wat je nodig hebt is een pakje kaarten. Het maakt niet uit welk pakje, het kan elk pakje zijn. En een verhaaltje. Je moet er een verhaal bij verzinnen. Bijvoorbeeld dat je hebt geleerd om vals te spelen bij het spelletje poker. Jij kan nu de kaarten zo schudden dat niemand ziet dat je vals speelt. En dat laat je zien door iedereen goed te kijken naar de voorkant van al deze kaarten. Kijk. Ik schud. Maar je ziet niets. Tenminste, niets aparts. En ik blijf het gewoon doen totdat ik klaar ben met vals spelen. En ik kan je al verklappen. Ik heb al 3 keer vals gespeeld. Nog 1 keertje. En ik heb al gewonnen. Klaar? Zal ik het je laten zien op de tafel? Zo, ik heb er even een tafeltje bij gepakt en nu kan ik de kaarten die ik geschud heb delen aan mijn 3 vrienden. En let maar op, ik kan je nu al verklappen wat ik gewonnen heb. Zij hebben alle 3 een gewone kaart, maar ik heb een aas. En deel ik nog een rondje, haha, heb ik alweer een aas. En deel ik nog een rondje, heb ik er zelfs al 3. En dan heb ik er nog eentje, kijk maar. Al met al heb ik alle 4 de azen stiekem in het spel gestopt. En heb ik gewonnen. Ben ik een goede valsspeler? Of niet? Wat je nodig hebt is allereerst een pakje kaarten. En 4 azen. Het mooiste is de 4 azen, want dat zijn natuurlijk de hoogste kaarten van het spel. Die kaarten leg je boven op het pakje. Dan draai je het pakje om, zodat de kaarten naar de toeschouwers zijn. En als ik dit doe, dan pak ik niet de onderste kaart, de 9, maar ik pak er 2. En dat ziet er zo uit. En dat is eigenlijk het gehele geheim wat je moet weten. Ik pak de bovenste en de onderste. Ik knijp hard. En ik heb er 2. Ja. Nog een keer zo. Deze leg ik even halverwege. Dus ik pak de onderste en de bovenste tegelijk. Maar, dat zie je niet. Als je het een beetje snel doet en ze liggen boven op elkaar, doe het gewoon zo. En je hebt er 2. Oké. Dat is het eerste geheim. Het tweede geheim is dat jij niet zomaar een beetje schudt. Jij telt de kaarten. Maar dat doe je natuurlijk wel zachtjes in jezelf. De eerste keer pak je de bovenste en de onderste kaart. Zo. Ja, dat laat je natuurlijk niet zien. En dan tel je 11 kaarten meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dat hele pakje leg je weer terug op het spel. Nu pak je weer de bovenste en de onderste kaart. En nu tel je geen 11, maar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat leg je weer onder op het pakje. Doe je hetzelfde. De bovenste en de onderste kaart. Dus de derde aas. 1, 2, 3, 4, 5. Dus weer 3 minder. En dan nog een keertje. De bovenste en de onderste. En dan doe je 1, 2. En elke keer terugleggen onder op het spel. En wat je nu doet, is dat je elke 4e kaart, heb je nu een aas neergelegd. Die heb je van de achterkant gepakt. Kijk maar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en 4. En deze truc is zo goed omdat je de hele tijd de kaarten schudt, maar niemand ziet een aas. Totdat je de pakjes deelt
En dan ineens ziet iedereen meteen het aas liggen. En daarmee ben jij een hele goede valsspeler. Ik heb nog even voor jou alle belangrijke punten op een rij. Eigenlijk zijn dit een soort van tips. Dus je zorgt dat je de vier azen boven op het pakje legt. Oefen eerst heel goed in het schudden, want je moet zo de bovenste en de onderste kunnen pakken, zonder dat je meerdere kaarten pakt. Dan gaat het natuurlijk mis. Wat ook mis kan gaan, als je de kaarten aftelt, 1, 2, 3, moet je dat rustig doen. Elke keer maar één kaart. Doe je dat niet rustig, dan kan het best zijn dat je ineens drie kaarten hebt. En dan gaat de truc dus verkeerd. Twee tips voor elke truc van elke goochelaar. 1. Goed oefenen voor je hem doet. En 2. Nooit verklappen hoe die werkt. Veel succes!